Vandaag een antwoord op de vraag van Astrid. Astrid is nu al een poosje, een aantal jaar zelfs, in de overgang beland. Althans, dat vermoedt ze, want ze heeft allerhande klachten gekregen die wel beschreven staan en bekend staan als overgangsklachten. Ze merkt dat ze, wanneer ze ook maar iets eet wat wat minder gezond is, ze al aankomt. En dat wanneer ze heel gezond eet, de koolhydraten in haar voeding beperkt. Wat normaal gesproken leidde tot duidelijk gewichtsverlies in het verleden, dat ze hooguit aankomst weer kan uitbalanceren en dat ze stabiel kan blijven, maar afvallen is er niet echt meer bij. Ook merkt Astrid dat ze opeens weer, alsof ze weer in de puberteit zit, heel onzeker wordt, twijfelachtig is. Terwijl ze al lang haar sporen heeft nagelaten op bedrijfsmatig vlak. Ze werkt in een mannenwereld, was tot voor kort heel zeker van haar zaak. Uiterlijkheden speelden daar helemaal niet mee. En wat merkt Astrid? Sinds de overgang, of in ieder geval sinds ze vermoedt dat ze in de overgang is met al die klachten, wordt ze gewoon weer een onzeker meisje voor haar gevoel, een onzekere vrouw. Al die klachten, ze vindt het allemaal maar niks. En ze doet van alles om gewicht te verliezen, met hooguit het resultaat dat ze stabiel blijft op gewicht. En wanneer ze een keer wat anders eet, krijgt ze meteen zo'n opgezette buik. Die buik die wil ook maar niet weg. Ze is het echt helemaal zat. Ze weet dat dit allemaal klachten zijn die samenhangen met de hormonale disbalans in je lijf, die gewoon rond deze leeftijd een keertje komt. Waar wel meer vrouwen last van hebben, waarvan ze zeggen dat moet je dan maar accepteren. Maar potverdorie, Astrid wil dat toch absoluut niet. Ze vindt het super vervelend. Nu heeft Astrid gelezen over maca. Een concentraat, een poeder van de maca-wortel, die erom bekend staat dat deze de balans in je lijf, de hormoonbalans in je lijf, helpt ondersteunen, helpt verbeteren. Dus Astrid overweegt nu dit poeder te gaan kopen en bijvoorbeeld 's ochtends aan haar ontbijt toe te voegen. Want als dit inderdaad zou helpen de balans in haar lijf wat te herstellen. Ja, ze redeneert dan, ja, mijn klachten hangen samen met een disbalans in mijn lijf. Als met behulp van dit poeder de balans in mijn lijf weer wat beter hersteld wordt, dan zullen mijn klachten wel wat afnemen. En dat wil ze dus. Dat ze klachten heeft, oké, dat zal er dan wel bij horen, maar alsjeblieft wat minder. Dus ze overweegt nu een maca-poeder te kopen, poeder van de maca-wortel. En vraag mij nu, is dit wijs? Zal ik dit gaan doen? Kan dit helpen? Kan dit helpen mijn klachten te verminderen? Nou, Astrid, om die vraag te kunnen beantwoorden, wil ik je wat uitleggen over balans in je lijf. Wat dat inhoudt. In welke zin deze verstoord is vanaf de overgang. En hoe jij zelf met bijvoorbeeld je voeding, de stoffen aanwezig in je voeding, bijdraagt aan het behoud of de herstel van dit balans, of juist de verstoring van deze balans. En hoe ook maca, wat jij overweegt te kopen, hieraan bij zou kunnen dragen, zodat jij zelf kan afwegen: is dit de moeite waard? In jouw lijf wordt een evenwicht genaamd homeostase voortdurend bewaakt met behulp van de hormonen welke de klieren en de kliercellen in die klieren produceren. Dit evenwicht hangt samen met je bloedsuikerspiegel, je bloeddruk, het vochtgehalte in je bloedbaan, het zuurstofgehalte in je bloedbaan, de zuurtegraad in je bloedbaan en de osmolariteit in je bloedbaan. Wanneer er een ideale, optimale voedingsstofsamenstelling in jouw bloedbaan aanwezig is en heerst, dan is jouw lijf in staat om met behulp van de kliercellen in jouw klieren allerhande hormonen te produceren om de stofwisselingsprocessen welke plaatsvinden in jouw weefsels en cellen, om die te kunnen reguleren. Wanneer echter de voedingstoestand in je lijf niet ideaal is en die voedingsstofsamenstelling in jouw bloedbaan niet ideaal is en dat evenwicht genaamd homeostase niet heerst in jouw lijf,
dan kunnen niet alle hormonen geproduceerd worden evenredig en in balans tot elkaar. Kunnen niet alle stofwisselingsprocessen goed gereguleerd worden in jouw lijf. De opbouwende, herstellende processen en de afbrekende processen. En zullen daar klachten uit voortkomen. Want elk moment van de dag krijg jij prikkels en moeten die verwerkt worden. Elk moment van de dag zijn er ook wel ergens in jouw lijf spieren die activiteit moeten vertonen. Dan moeten die dus wel die processen kunnen uitvoeren. En dat moeten zij doen met behulp van de stoffen aanwezig in jouw bloedbaan. En die processen moeten dan gereguleerd worden door de hormonen die je lijf kan produceren. Maar heerst er niet een ideale, optimale voedingstoestand in je lijf, dan ontbreekt het evenwicht genaamd homeostase. Kan jouw lichaam met behulp van de hormonen die het kan produceren dat evenwicht niet goed bewaken, dus die bloedsuikerspiegel, die bloeddruk, die osmolariteit, zuurtegraad, vochtgehalte, zuurstofgehalte. En dan zullen jouw weefsels, de conditie van jouw weefsels en de processen in jouw weefsels aan het kortste eind trekken. Want prioriteit van je lichaam is dan altijd die balans, dat evenwicht, die homeostase in jouw bloedbaan te herstellen. Dat moet namelijk altijd eerst hersteld worden wanneer dat niet heerst. En dan pas komen jouw weefsels en cellen aan bod. En dit kan dus allemaal niet gereguleerd worden. En die balans zou dus niet heersen wanneer er een slechte voedingstoestand heerst in jouw lijf. Vanaf de overgang, wat is er aan de orde? Tot aan de overgang produceren jouw eierstokken de geslachtshormonen, de vrouwelijke geslachtshormonen, oestrogenen en progesteron. Deze hormonen, die vrouwelijke geslachtshormonen, ja, ze worden wel vrouwelijke geslachtshormonen genoemd, maar hebben vele andere functies. En ook mannen en kinderen hebben deze hormonen in hun lijf. Bij hen, en ook bij jou vanaf de overgang, worden deze geproduceerd door het vetweefsel en de bijnieren. Dit zijn hormonen die onder andere ook invloed hebben op de brandstofvoorziening, de brandstofverdeling over het lijf en de vochtvoorziening, de vochtverdeling over het lijf. Dat wil zeggen dat vanaf de overgang, wanneer de eierstokken van de vrouw ermee ophouden deze hormonen te produceren, dat heel makkelijk de brandstofverdeling en de vochtverdeling in je lijf kan verslechteren. En dat het evenwicht in jouw bloedbaan veel makkelijker dan daarvoor ook kan gaan ontbreken. Vanwege deze hormonen die dan opeens ook de vrouw weer vanuit het vetweefsel en de bijnieren geproduceerd moeten worden. Dat betekent dat vanaf de overgang het veel belangrijker is dan daarvoor om met je voeding die stoffen aan te leveren die de balans in jouw lijf, het evenwicht in je lijf, homeostase helpen ondersteunen. En daar niet in tekort te schieten. En dat wil ook zeggen dat vanaf de overgang je lichaam veel heftiger zal reageren op de aanwezigheid van stoffen die juist die balans in je lijf doen verstoren en dat evenwicht doen verstoren. Is dat aan de orde? Ontbreken stoffen die nodig zijn in jouw lijf om een goede voedingstoestand te kunnen bereiken en behouden en het evenwicht te kunnen behouden? Dan zul jij dus de klachten die jij ervaart met je voeding ook vergroten. En wanneer regelmatig de stoffen aanwezig zijn in jouw voeding die balans verstoren, ook dan zullen jouw klachten enkel vergroot worden als gevolg van ook de voeding die jij consumeert. Jouw voeding kan je onderverdelen in niet-essentiële voedingsstoffen. Dat zijn stoffen die je lichaam zelf kan vormen en die ook altijd wel aanwezig zijn in jouw lijf. En die, als je die wel regelmatig in jouw voeding aanwezig hebt, de balans en het evenwicht in je lijf kunnen verstoren. Daardoor ook de klachten die jij ervaart sinds de overgang vergroten of in ieder geval niet kunnen helpen verminderen. En er zijn essentiële voedingsstoffen, die bestaan er ook. En dat zijn voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft. Absoluut om die balans, dat evenwicht in jouw lijf te kunnen behouden. Om alle hormonen door jouw kliercellen goed te laten produceren. Die dat evenwicht in jouw lijf helpen bewaken. Die de stofwisselingsprocessen in je lijf helpen bewaken. Wanneer die essentiële voedingsstoffen
in jouw voeding ontbreken, dan zal dus ook de hormonale disbalans als gevolg van hetgeen jij eet niet hersteld kunnen worden en verder verstoord raken, ook mede dankzij jou. Essentiële voedingsstoffen zijn alle vitamines, alle mineralen, 9 specifieke varianten van aminozuren, dat zijn dan de essentiële aminozuren, en 2 specifieke varianten van vetzuren, dat zijn dan de essentiële vetzuren. Vanaf de overgang zal jouw lichaam extra heftig reageren, want die is al op zoek naar de balans. Die oestrogenen en die progesteron moeten dan weer geproduceerd worden door het vetweefsel en de bijnieren. Maar de bijnieren, dat zijn ook, die moeten ook cortisol, het stresshormoon, produceren, die weer gemaakt wordt uit progesteron. Moet cortisol geproduceerd worden, dan trekt progesteron aan het kortste eind en is er een disbalans tussen oestrogen en progesteron. Dan krijg je oestrogeendominantie, dan werkt oestrogeen weer niet zo goed. Dus die hormonale disbalans vanaf de overgang zal veel sneller heersen dan daarvoor. Dus is het veel belangrijker dan daarvoor om die essentiële voedingsstoffen die ik net noemde, om die absoluut liefst bij elk eetmoment zoveel mogelijk aanwezig te hebben in je eetpatroon en zo min mogelijk niet-essentiële voedingsstoffen aanwezig te hebben in je eetpatroon. Schiet jouw voeding tekort in deze essentiële voedingsstoffen? Ja, dan raakt die balans dus sowieso verstoord. Kan die in ieder geval niet hersteld worden. Daar waar die al verstoord is geraakt door dat zoeken van jouw lijf naar, oh, die oestrogenen en die progesteron, die moet ik nu op een andere manier gaan produceren. En dan kunnen jouw overgangsklachten dus niet verminderen. Die invloed heb jij dus met je voeding. Maca-wortel. Maca is een wortel met een hoge voedingswaarde. Het wordt dan ook wel een superfood genoemd. Die maca-wortel bezit vele van de essentiële voedingsstoffen, de bouwstoffen die ik net noemde. Bezit vele vitamines en mineralen. Bezit ook vele aminozuren. Bezit ook een aantal vetzuren. Dat maakt dat wanneer jij dat poeder van die wortel binnenkrijgt, bijvoorbeeld door een gerecht verwerkt, jouw lichaam even, dankzij dit poeder, in een wat betere voedingstoestand verkeert dan daarvoor, omdat het zoveel essentiële voedingsstoffen bevat. Even. En dat dus die voedingstoestand bijdraagt aan het behoud van die homeostase, dat evenwicht in je lijf, en dus de hormoonbalans, het herstel daarvan, en daarom die maca-wortel en het poeder daarvan bekend staat om, als jij dat neemt, dan ondersteun je de balans in je lijf, dan help je die herstellen. Maar, Astrid, wanneer jij 's ochtends een poeder van maca door je ontbijt verwerkt en daarmee bijdraagt aan een betere voedingstoestand in je lijf, behoud of herstel van de balans in je lijf, en jij zou de rest van de dag jouw eetpatroon vullen met voedingsmiddelen die met name niet-essentiële voedingsstoffen bevatten of tekortschieten in die essentiële voedingsstoffen, geloof me, dan zal net zo hard die balans in je lijf, dat evenwicht in je lijf, die controle over de bloedsuikspiegel, bloeddruk, osmolariteit, zuurtegraad, vochtgehalte, zuurstofgehalte in je bloedbaan, zal verstoord raken, verloren gaan en heerst er net zo hard wel weer disbalans in je lijf en zullen je overgangsklachten echt niet afnemen. Het is dus een momentopname, zeg maar. Hè? Die maca-wortel bezit heel veel stoffen die inderdaad bij kunnen dragen aan het behoud of herstel van de balans in je lijf, die essentiële voedingsstoffen. Maar daar heb je die maca-wortel niet voor nodig. Wanneer jij op elk moment dat je wat eet, zoveel mogelijk essentiële voedingsstoffen, vitamines, mineralen, essentiële aminozuren, essentiële vetzuren integreert, en zo min mogelijk niet-essentiële voedingsstoffen aanwezig in je eetpatroon, dan draag jij met je voeding bij aan het behoud of herstel van de balans in je lijf en zul jij zo min mogelijk klachten ervaren. Jij kunt op één eetmoment wat maca-poeder toevoegen wat mooie stoffen bevat, maar dit doet helemaal niet garanderen dat de rest van de dag die balans dan ook nog zal heersen, want er zijn heel veel ook omgevingsfactoren op van invloed, ook dingen als je nachtrust, de stress die je hebt en dus je verdere eetpatroon ook. Hoe je het eigenlijk kan vergelijken, een broccoli,
Een broccoli bevat ook heel veel van die essentiële voedingsstoffen die nodig zijn om balans in je lijf te kunnen behouden of bereiken. Wanneer jij zelf een broccoli gaat malen en je gaat dat drogen en je gaat dat poeder verkopen, dan zou jij dus net zo goed als die maca wortel, zou jij dat concentraat van die broccoli kunnen benoemen als zijnde een superfood welke helpt de balans in je lijf te behouden of herstellen. Weet dus, er bestaan geen wondermiddelen die je één moment op de dag kan gebruiken en de hele balans in je lijf die de hele dag door verstoord raakt alleen al door omgevingsprikkels en welke jij op elk moment dat je wat eet kan helpen herstellen of juist verder helpen verstoren wanneer je op één moment van de dag een gunstig concentraat van maca neemt met daarin vele essentiële stoffen die inderdaad bijdragen aan de balans in je lijf. Dan is alsnog het herstel van de balans in je lijf, waarvan jij merkt dat die erg verstoord is door al je klachten, is niet gegarandeerd. En heb jij dus ook niet een garantie dat je klachten zullen afnemen.